en muziek. We gaan het samen doen met theoloog Thomas Kwartier en psychiater Anne Spekkens. Mijn naam is Van Flemmings, ik ben programmamaker bij Robert Reflex. Jullie zien mij zometeen op het podium terug verschijnen voor een gesprek met Thomas en Anne. Maar voor het zover is, geef ik graag het woord aan Thomas, die op bijzondere wijze zal tonen hoe muziek juist kan leiden tot stilte. Halleluja. Sinds de middeleeuwen gezongen wordt en gek genoeg vandaag een hele eigen fascinatie op heel veel mensen uitoefent. Mensen kunnen chillen door het spirituele wellnessproduct van het Gregoriaans. Als je 's avonds thuis komt, schoenen uit, op de bank, cd'tje erin of Spotify als je bij de studentengeneratie hoort. En ja, daar gaan we. Je wordt er stil van. En hoe komt dat nou toch dat deze oeroude gezangen, die op de een of andere manier een mysterieuze klank hebben, zo blijven spreken en ook wel eens gezangen van de stilte worden genoemd? Nou, ik dacht, als ik iets wil vertellen over muziek en stilte, dan is het altijd goed om nou niet met de meest hippe elektronische geluiden te beginnen. Al hoorde ik hier op de monitor dat ze gelukkig een mooi galpje erin hadden gedaan. Dank u wel daarvoor, dat geeft er iets meer volume. Want eigenlijk is het heel gek dat we iets gezang van de stilte noemen, beste mensen. En daar wil ik in die paar minuten aan het begin, voordat Anne straks vanuit haar praktijk weer vertelt en we in gesprek gaan, jullie iets van laten proeven. De manier hoe ik net gezongen heb, wat wij, ik ben zelf Benedictijner monnik en als hoogleraar rituele studies aan de faculteit theologie werkzaam. De manier hoe wij in het klooster als Benedictijner monniken dus de hele dag ons ritme laten bepalen door deze gezangen, is een permanente ontregeling van alles wat je qua geluid en qua articulatie van geluid gewend bent. Het begint er al mee hoe je zingt. Gregoriaans is in zekere zin een naar binnen gekeerd zingen. Een inademend zingen. En fysiek gesproken kan dat natuurlijk niet. Want als je zingt, adem je uit. Nee, maar je probeert door een aantal belangrijke kenmerken altijd het toch naar binnen te buigen. Je begint bijvoorbeeld niet ah, maar je begint ah, halleluja. Ah, 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 ah.
Dus je buigt hem altijd weer naar binnen. En als ik jullie allemaal bij ons in het klooster uit zou nodigen. Nou, bij deze kom ik vooral een keer langs. Maar één ding, beste mensen, zit vooral niet mee. Want het is verschrikkelijk voor de monniken die daar zitten. Als er ineens een overijverige groep verstilde mensen komen en de zang overnemen. Ze snappen namelijk een aantal basiskenmerken niet. Het eerste is, je begint dus vanuit een laag volume. En dan pas krijg je een bepaald decibelniveau en je buigt hem weer terug. En je zingt hem niet uit. En misschien denk je wel, ach die zielige monniken, en je kunt zelf goed zingen. Ik zal ze zijn hart onder de riem steken. Niet doen. Want wij proberen dat normaliter synchroon te krijgen met een gemeenschap van mensen samen. Ten tweede, je zingt niet maar je zingt legato. Dat zijn wij niet gewend. Over het algemeen denken wij bij muziek in intervallen. Hier zijn de intervallen eigenlijk alleen maar indicaties voor dus die oeroude muzikale beweging. Ten derde, als jullie hier vooraan zaten en misschien wel ook jazzliefhebbers zijn of zo, dan kan zelfs met het beste offbeat gevoel dat je kunt hebben, zul je er niet in slagen om mee te kloppen. Het heeft geen metrum. Je kunt niet meedoen in de zin van halleluja. Ja, dat kan ook, maar dat is het dan toch net niet. In die zin is het een ontregelende manier van zingen. Permanent. En het brengt een innerlijke stilte teweeg. Of dat volume in de zaal nou hard of minder hard staat, is voor de stilte van deze muziek niet belangrijk. Niet het wezenlijke. Het wezenlijke is de innerlijke verstilling. Waardoor je dus juist door geluid bij kunt dragen aan steeds beter in balans te komen. Natuurlijk, als theoloog heb ik ook een theologisch boek meegebracht. Het was ook aangekondigd als talk en niet als zang. Dus dacht ik, ik moet toch ook iets aan jullie vertellen. Dat is de regel van de heilige Benedictus. De kenners van de spiri-literatuur onder jullie weten dat die regel van Benedictus tegenwoordig te pas en te onpas overal bijgehaald wordt. Je hebt Benedictine time management, Benedictine leadership en wat het allemaal ook mogen zijn. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar wat zegt Benedictus in de 6e eeuw, beste mensen, nou over deze manier van zingen? Hij zegt in het 19e hoofdstuk, vers 6 en 7 voor de kenners. Laten we dus nagaan hoe we voor het aanschijn van de Godheid en zijn engelen moeten staan. En zorgen dat we bij het psalmen zingen onze stem en onze gedachten in harmonie brengen met elkaar. De stem is in het Latijn vox. De stem is lichamelijk. Je stem zal altijd je innerlijke onrust laten zien, laten horen, maar ook je innerlijke kalmte. Ja, en ons hart, dat kun je ook vertalen met geest, mens in het Latijn, M-E-N-S. Door dus deze manier van zingen, bereik je een balans tussen innerlijk en uiterlijk. En dat is niet zomaar wat, maar dat doe je dus in een oeroude traditie staand, die je automatisch opent voor het mysterie. Lichaam en geest in balans kan op alle mogelijke manieren. En dit is er één. Maar wel een beproefde. Ik wil wel zeggen, het is bijzonder vanavond hier in Doornroosje te zijn. Want ik heb hier een jaartje geleden, twee jaar geleden alweer, de band Sun-O. Ik weet niet of jullie Sun-O kennen. Dat is een avant-gardistische metalband. Fantastisch. Een lawaai dat je niet voor kunt stellen. Een gigantisch lawaai. Van, ja, dat echt het bijna de verf van de muren brokkelt. En ik heb een dialoog gevoerd met die man en die zegt, je kunt door lawaai tot een innerlijke verstilling komen. En zo kun je ook door een uitwendige verstilling juist in balans van alles in je innerlijk losmaken. Soms is dat namelijk helemaal niet chill als je naar Gregoriaans luistert. Dan komen de muren op je af als je op je kamer zit met je cd'tje aan, met de teksten in het Latijn die je niet verstaat. Maar uiteindelijk draagt het wel bij dat hart en stem, vox, in harmonie komen met elkaar. Nou, dat
is één belangrijk uitgangspunt. Theologisch zeg ik wel dat mysterie doet ertoe. Het zijn heilige gezangen. Het zijn gezangen die je openen voor dat heilige. En voordat Anne nu opkomt, ga ik nou nog een heel klein stukje voor jullie zingen. Hopelijk zijn jullie dan voldoende verstild om ook de tweede bijdrage te kunnen horen. Ik zing nu de Kyrie. De vraag om ontferming, om bevrijding. Kyrie psychiatrie aan het Radboud UMC. En ik heb daar de leiding over het Centrum voor Mindfulness. En ik vind het erg leuk om hier vanavond een bijdrage te kunnen leveren aan dit festival. Nou, zoals Thomas jullie met muziek naar de stilte heeft geleid, wilde ik met jullie van de muziek van de stilte eigenlijk onderzoeken. Want wat is mindfulness? Mindfulness gaat over aandacht. Aandacht hebben voor het hier en nu, voor je ervaring in het hier en nu. En dat op een open, vriendelijke en onderzoekende manier. Zonder daar meteen een oordeel over te hebben. Dus ik wil het eigenlijk met jullie doen, nu. En jullie uitnodigen om te beginnen, is te voelen hoe je hier staat. Voor de mensen die staan. Voeten op de grond te voelen. Of hoe je hier zit. Voor de mensen die zitten, zitvlak, te voelen de benen, de voeten op de grond. En misschien merk je al dat stilstaan of stilzitten eigenlijk al vol beweging is. Het lichaam beweegt. Het lichaam wijst op vanuit de voeten, schouders ontspannen, de armen langs je lijf op een manier die prettig is. En misschien als je durft kun je de ogen dicht doen. Dat maakt het wat gemakkelijker soms om in te tunen in het lichaam. En te voelen wat je binnen in het lichaam voelt. En misschien plekken die prettig aanvoelen, rustig, ontspannen. Misschien plekken die onprettig aanvoelen, gespannen, ongemakkelijk. En om dat gewoon op te merken. En misschien merk je ook emoties op. Dan voel je ontspannen, gespannen. Irritatie misschien. Opgewekt, energiek. Of wat terneergeslagen. En ook dat gewoon op te merken. Vriendelijk. Geïnteresseerd. Misschien gedachten die je opmerkt.
die zich in de geest voordoen. Woorden zingen over wat we nu doen, over wat je net gehoord hebt, over wat je straks nog voor de boeg hebt. Misschien beelden. En ook daar met interesse en vriendelijkheid kennis van te nemen. Dat op te merken. En dan als je wilt, de aandacht te richten. Doelbewust te richten op de ademhaling. Een ademhaling waar we normaal eigenlijk meestal aan voorbij gaan. Om eens te kijken of je die kunt voelen. In de buik misschien. Uitzet op de inademing en weer terugvalt op de uitademing. Bij de neus misschien. Waar je de lucht voelt in en uitstromen. En ook aan de ademhaling hoeft niets te veranderen. Het lichaam ademt zichzelf. Daar hoeven we gelukkig niet veel aan te doen. En je merkt misschien ook al tijdens zo'n korte oefening als we hier nu doen, dat het nog niet zo gemakkelijk is om de aandacht erbij te houden. De aandacht getrokken wordt door geluiden. Gedachten. Of iets dat je in het lichaam voelt. En ook dat op te merken, zo zit de geest in elkaar. En de aandacht weer terug te brengen. Vriendelijk, maar doelbewust naar de ademhaling. De in- en de uitademing. En dan als laatste stap van deze 3 minuten ademruimte, zoals we het ook wel noemen. Het veld van de aandacht weer uit te breiden. Van de ademhaling naar het lichaam als geheel. Hoe het hier staat of zit. Het lichaam als het ware te bewonen. Met de aandacht aanwezig zijn in het lichaam. Je bewust te zijn van de lichaamshouding, van de gezichtsuitdrukking, en dan ook weer de aandacht naar de omgeving te brengen, naar het horen, naar het zien, de ogen weer open te doen als je ze dicht gaat. Nou, dank voor het meedoen. En misschien heb je iets gemerkt van wat aandacht teweeg kan brengen. We zetten ons als het ware even stil in een best drukke omgeving waar we ons nu bevinden. En dat kan aanleiding zijn om meer inzicht te krijgen in hoe je je voelt, hoe het lichaam eigenlijk voelt. Ook daar gaan we vaak aan voorbij. Emotioneel voelen wat we gedachten opmerken. De samenhang daartussen. En ook hoe we soms geneigd zijn om met situaties zoals nu of op andere momenten om te gaan. En als je daar meer bewust van bent, kun je ook wijzere keuzes maken in hoe je met dingen omgaat. En dat is hoe we mindfulness meestal toepassen. Bij ons in het centrum, bij mensen met psychische klachten, bij mensen met lichamelijke ziekten, maar ook in de maatschappij als geheel, in het onderwijs, lager, middelbaar onderwijs, ook universiteiten, hogeschool. In gevangenissen. En ook daar kan het overal meer bewustzijn en wijzere keuzes brengen. En de wereld kan daar wel wat van gebruiken, denk ik. We kunnen het hierbij laten. En onze gespreksleider uitnodigen. Anders heeft hij helemaal geen tijd meer om het gesprek te leiden. Ja. Niet echt.
heel stil zitten in het bereik. Ja, dat maakt geluid. Ja, die bank hier, die zit er niet op, maar... Hij deed. Ja, hij deed. Ja. Nou, dank voor het bijdragen. Wat ik interessant vind aan je bijdrage is dat het eigenlijk een tegenovergestelde benadering van elkaar lijkt. Zo reageert uit wat diep geluid om te komen tot die stilte. Jij hebt het gek juist gemaakt vanuit die stilte. Hoe hebben jullie elkaars bijdrage ervaren? En kom je dan, de voorvraag daarbij zou zijn, kom je dan tot dezelfde soort van innerlijke rust in die andere benadering? Ik wil wel even beginnen, omdat het nog heel vers nu in mijn gevoel zit, wat jij deed. Kijk, die moeilijkheid waar jij op wees, hè, de aandacht echt erbij te houden. En echt, ik zou dat dan ook zeggen, ik ben contemplatie, dat is een woord wat wij in de monastieke traditie vaak gebruiken, dus het bestandig bij je innerlijke kern komen. Ja, dat is bijna mens onmogelijk. En je doet dat als je er niet filmpje bent en je denkt dan, oh nee, ik moet mijn aandacht erbij houden. En niet aan alle mogelijke dingen denken. En dan denk je alweer de hele tijd eraan dat je aandacht erbij moet houden. Ja. Maar dan word ik dan, weet je, ik word daar dan in eerste instantie, ik zal het je eerlijk zeggen, word ik daar onrustig van. En dat is misschien ook wel heel normaal. Zodra dat, en kijk, je hebt dan, en zo, dat heb ik, vond ik heel interessant hoe je dat deed. Je hebt dan technieken nodig die vriendelijk zijn, die je vaag iets aarden. En daar zijn natuurlijk heel veel manieren van. Voor mij, daar moest ik aan denken, op een idee bracht jij mij eigenlijk, is deze manier van zingen. Kijk, ik doe dat hier nu natuurlijk met galm en al om jullie te demonstreren. Dus dat is, als je echt voelt, echt anders als je in de koor aan zit. Ja, ook heel eerlijk zeggen. Maar is er een manier om die aandacht te focussen? Ik zit dan ook niet aan de... En daarom zag ik eigenlijk wel, dacht ik, ja, eigenlijk doe ik schijnbaar iets totaal anders, maar ik herkende dat wel. En mij hield ook hoe jij ons leidde daardoor. Met hele voorzichtige, een paar hele kleine aanwijzingen of zo. Hè? Dus het is een omgekeerde beweging, maar eigenlijk voel ik zelf. Ja, nou, althans wat dat betreft. Nou, allereerst moet ik wel lessen. Dat is de volle zaal. Voor de microfoon is aan de Gregoriaanse apotheekkast. Mijn bewondering daarvoor. Nou, dat is niet goed voor de monastieke nederigheid, zeg. Meegevoerd en je versteelt ook doordat het een hele eenvoudige melodie is en je als het ware meegevoerd. Ik denk dat wat ik als versteeld zou zeggen is dat dit een methode is om tot verstillen te komen en dat misschien training of gericht is op het onderzoeken, is het inzicht krijgen in hoe de geest in elkaar steekt. Je nodig mensen uit om te onderzoeken en dingen uit te vinden, uit te proberen, het effect daarvan. Dus het is wat actiever, zou ik kunnen zeggen. Ja. Hoewel ik denk dat het gelijk heeft in de zin dat als je dat oefent en lang oefent, dat uiteindelijk waar je uitkomt hetzelfde is. Ja. Een korte, weet je wat mij nou aan je dit zegt? Sorry. Weet je, ik heb dat maar eventjes weggelaten nu, maar het Gregoriaans is natuurlijk in zekere zin, en misschien is dat een nog kenmerkender verschil, veel vervuldig vanuit zichzelf. In de zin van dat het ook de tekst voorgeeft. Hè? Kijk. Daarom dacht ik, ik moet iets Latijns zingen, want behalve een paar mensen van de faculteit letteren, staat er niemand. Dat heeft zijn voordelen. Dat heeft een... Maar wat ik dus zong is dus, de geest komt in de wereld en vernieuwt de hele schepping. Dat is de sequentie die ik nu heb gezongen. Nou, daar zit een hele theorie achter, daar zit een heel verhaal achter. En je kunt dat natuurlijk
negeren. Je kunt zeggen, dat is wat ik zeg, veel mensen die vandaag geen rode hand gebruiken, hebben geen idee of dat nou een dode mis is, of dat het een paasmis, of wat het toch mogen zijn die ze naar uit. Maar toch is het, heeft het een inhoudelijk voorgegeven doel, hoe je het ook bent of keert. En dat komt natuurlijk uit die theologische, liturgische achtergrond. En ik, als ik jou goed begrepen heb, maar daar ben ik nieuwsgierig naar, is dat bij zo'n oefening zoals jij dat komt dat doel uit jezelf en niet zozeer uit de vorm. Je nodigt eigenlijk uit om stil te staan bij wat er is. Ja. Dus niet om iets te bereiken, maar meer om te zijn bij wat er is en dat toe te laten en ja, daar iets over te leren. Om hierbij aan te sluiten, want Thomas, je zegt, ik gebruik eigenlijk die zang als om te concentreren op de rust. En je gaf ook aan, daar zit inderdaad een mystiek element aan. Ik heb ook wel eens onderzoeken gelezen die zeggen, nou ja, de zang, de chanten bijvoorbeeld, of bepaalde dat zorgt inderdaad voor ontspanning, dat zorgt voor een bepaalde moment in de rust. Soms zeg je ook aan, ja, wat je dan vervolgens eigenlijk inhoudelijk gezingt, dat maakt dan niet zoveel uit. Dus zou het dan betekenen dat als ik... Dat ik ook een telefoonboek kan zingen. Ja, dat ik als ik... Je merkt het niet eens. Als ik een tiger op de hoes, zeg maar, hardop zingen, dat kom ik ook zelf in. Kijk, ik, voor een deel is dat zo. Ik ben ook een heel veelzijdig muziekliefhebber. Ik doe dat ook in mijn eigen ritueel onderzoek. Ik doe heel veel onderzoek naar popmuziek en dat weet ik wat allemaal. En ik heb de verhouding, dat zijn eigenlijk twee vragen die ik stel. De ene is dus die verschillende vormen. Ja, maar Mozart heeft niet voor niks gezegd. Ik zal mijn hele oeuvre in de prullenbak gooien als ik één van die Gregoriaanse sequenties geschreven had. Weet je, het zijn natuurlijk door de eeuwen heen zo gegroeide, vrij simpele, maar ongelooflijk krachtige melodieën. Dat is het eerste wat ik daarbij zou zeggen. Dus het is niet zomaar, ik kan niet op dezelfde manier Mama van Heintje zingen. Nee. En misschien even Legato of zo, maar dat is niet hetzelfde. Ten tweede, wat die tekst betreft, weet je, ik zit ook niet de hele dag in het klooster, die ellenlange psalmen die wij daar langs zien komen in het Latijn, voor de boek erbij te halen en te zeggen, wat staat er nou precies, weet je, dat is niet zo. En toch, en dat zou mij verbazen als dat niet ook bij jullie het geval is. Kijk, zo'n woord als spiritus. Eén woord, daar kun je aan blijven vastplakken. En dat gaat op de een of andere manier resoneren. Een woord als halleluja, nou, daar kun je heel verschillende associaties bij hebben. Ja. Dus ik vind het ook niet zozeer een theologisch iets, ik vind het meer een spiritueel iets. Ja. Dus dat het wel ook in de tekst en in die combinatie daarvan, wat dus door die wel bepaalde snaren in jezelf raakt. En daar komt voor mij dan ook wat ik het goddelijke noem. Ja, niet per se de spiritus in de klassieke zin, maar die ervaring van heiligheid, die komt ook daardoor. Ja. En die heb ik niet als ik... Wat zei je nou? Wat zie jij in de lift? Hij heeft het als voorbeeld. Rocky is wel op zich een hele spirituele man, maar niet... Ik heb een vraag aan jou. Dankjewel. Afsluitend over. Wat? We beginnen toch? Ja, nee. We kunnen straks een plan gaan. Je hebt net een oefening gedaan. Daar heb je een moment voor vrijgemaakt. Maar wat nu als de zaal en wij alle naar buiten lopen, de chaotische wereld weer in. Is het dan nog steeds toepasbaar? Of is het noodzakelijk dat we inderdaad iedere keer daar zo'n moment van bezinning zou je kunnen zeggen, of een moment van inplannen? Of kan ik het ook doen als ik over straat loop bij wijze van spreken? Ja. Het is natuurlijk wel een kwestie van oefenen. Ja. Het je eigen maken en het je herinneren. Maar het idee is natuurlijk dat je die aanwezigheid, dat je dat op een gegeven moment gewoon in je leven integreert. Dus dat je ook als je naar buiten loopt of niet met je drinken of met je iets spreekt, dat je je aandacht erbij houdt en dat je erbij bent. Ja. Dus dat het de informele oefening noem je dat, dus dat het een soort continue oefening blijft. Ja. En een gesprek als dit is prettiger als je aandacht erbij hebt dan als je bezig bent met wat je nog meer moet doen of waar je morgen op de agenda staat, dat soort dingen. Dus, maar dat is wel, het is wel een oefening. Het werkt, het werkt oefening, dus het is een training zou je daarin kunnen zeggen. Ja. Dagelijks? Ja. Ja? Ja.
Niet anders dan in de monastieke traditie. Nee, maar omdat het toch vaak is, mensen gaan eens in de maand op een lesje volgen of zo. Ik heb dat soms mensen die bij ons komen zeggen, ja, ik heb eens een half uurtje gemediteerd, maar het zijn me niks. Ja, wat verwacht je? Of dat je, dus het vraagt wel regelmaat. Wij geven deze training in 8 weken, waar mensen dagelijks worden gevraagd. Ja. We zeggen ook vaak van nou, dan gewoon 8 weken. Hè? Ja. En dan kijk je aan het eind wat je dan hebt en niet elke dag. En ja, zoals met elke vaardigheid, zingen, ja, implementeren een beetje. Ja. Ja. Dank, jullie zijn aan het eind gekomen van onze tijd. Ja, ja.